wedstrijd tussen FC Groningen en FC Utrecht is vooral spannend. Groningen maakt een groot deel van het duel het spel. Utrecht probeert met snelle uitbraken gevaarlijk te worden. We have a new system, new players, a new coach, but we saw in the preseason that we have something in the team, a lot of energy. And after Ajax game, when we come back from 2-0, you saw really team atmosphere and good energy. And from that on, I think we played better and better. And today, I think maybe the best game of the season. Ja, waarom de beste wedstrijd van het seizoen? Nou, you see, we play against Utrecht, one of the top team in Holland, and we attack 90 minutes and they defend and counter attack. And if we can play like that home, then we have a good chance to win every game home. Na de pauze krijgt Ricky van Wolfswinkel een enorme kans. De rest van de tweede helft speelt de wedstrijd zich bijna alleen nog maar op de helft van Utrecht af. When you see that public support you, and then I want to go to the game and do my best. Ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld en dat we veel op hun helft hebben gespeeld. Veel kansen gecreëerd ook. En dan gaat het al snel dat je te geforceerd gaat spelen of te snel naar voren wil. Dat hebben we niet gedaan. We hebben gewacht op dat doelpunt. En het is wel ontzettend lekker dat hij komt. Het duel lijkt te eindigen in 0-0, totdat Matafs aanzet voor een actie. Ik krijg de ball van Niklas. En ik push it to the side. En dan maak ik gewoon een stap om te schieten. I felt the contact from behind and it was a penalty. The last 5 minutes, if we miss them, maybe we don't get any more, maybe 1 point. And and the form is a quite good goalkeeper in penalties. So it was really nice to see it go in and we can keep it out for 90 minutes and get the 3 points. Volgende week Excelsior. Had niemand van tevoren verwacht, maar het is echt een subtopper geworden. Yeah, I mean, I've seen two games with them, I think, and they really surprised me. They play quite good attacking football and the striker is really quick, so we have to be really focused. And of course it's a home pitch and we're looking for 3 points, but we need to be focused as we play today against Utrecht. Op de ranglijst is het inderdaad topper en iedereen heeft hartstikke veel zin in. En hopen dat we die positieve lijn door kunnen trekken.